Voor iedereen die mijn Fortnite-video's wel eens heeft gezien, die weet het. Ik ben de allerbeste Fortnite-speler ooit gewoon. Nee, dat is niet het geval. Dat is niet het geval, was het maar zo. Want ja, dan kon je mooi veel geld winnen met alle toernooien en zo. Ah, dat kan ik dus niet. Nee, daar ben ik echt niet goed genoeg voor. Maar ik kan wel in de top 3 komen. En hoe het mij dat een keer is gelukt, is namelijk door verstoppertje te doen. Ik ging mezelf verstoppen en toen uiteindelijk werd ik gewoon derde of zo. Dat was echt insane, terwijl dat ik nooit zo hoog kom. Dus we gaan het vandaag proberen. Vandaag verstoppertje 2.0. Eens kijken of we nu win kunnen halen door alleen maar te verstoppen. Dan ga ik wel weer eventjes een andere skin selecteren. Eentje die gewoon iets minder opvalt. Gewoon zo min mogelijk kleur eigenlijk. Dat is het idee. Of juist een skin die mooi kan mengen in iets of zo. Ja, dat is eigenlijk het geval. Ik ga eventjes een skin selecteren en dan zie ik jullie zo meteen weer. We doen wel deze. Deze is helemaal zwart, dus dan zie je hem denk ik iets minder goed. Denk ik, weet ik niet zeker, maar daar gaan we natuurlijk achter komen. We doen wel ook hier iets zwarts. Gewoon alles zwart, dat je zo min mogelijk opvalt. Deze is dan wel vet, maar dan moeten we natuurlijk ook wel in een donker plekje gaan zitten, want anders heeft dat dan natuurlijk niet zo heel veel nut. Een klein parapluutje, deze, die valt denk ik ook niet extreem op. En iets anders dan visjes. Ja, want die vallen ook wel op. Ja, ze vallen trouwens. Ah, als je valt, maakt het ook wat minder uit. We kunnen wel deze vlag doen, want als je vliegt, maakt het toch niet zoveel uit. Ziet er wel cool uit. Dan gaan we met deze guy spelen. En dan gaan we eens kijken of we kunnen winnen door alleen maar verstoppertje te doen. Ik mag nu wel zo vaak mogelijk verplaatsen als ik wil, maar ik mag geen wapens hebben. Ik mag gewoon, ja, alleen maar lopen en verstoppen. Dat is het. Dus hopelijk gaan we winnen halen. Lol, ik ben hier nog nooit geweest. Je hebt hier een soort van toren of zo. Zullen we daar gewoon verstoppen? Ja, dat ga ik gewoon doen. Dit lijkt wel vanaf hier een soort van Eiffeltoren of zo. We gaan daar even stappen en eens kijken hoe lang ik het kan overleven. Trouwens, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En dan gaan we natuurlijk hem inhalen. Waar is hij nu gebleven? Oh, hij ging eventjes weg. Ik dacht al, waar is die toren? Het is inderdaad een soort van Eiffeltoren of zo. Net niet helemaal, maar het lijkt er een beetje op. Maar ja, dan moeten we nu natuurlijk op zoek gaan naar een goede verstopplek. We kunnen hier omhoog. Heb je hier dan een goede verstopplek? Oh, joh. We zijn hier wel heel hoog. Of zullen we hier gewoon blijven hangen? Ja, weet je wat? Dat ga ik doen. Ik ga hier gewoon in de lucht blijven hangen. Ik blijf hier gewoon hangen. En dan ben ik benieuwd hoe lang ik hier kan overleven. Gewoon in de lucht verstoppen. Ik ben zo benieuwd of iemand mij hier gaat vinden. Ik blijf hier gewoon hangen. Geniaal, het zou wat zijn, hè? Het zou wat zijn. Nou, er zijn in ieder geval 10 mensen eerder doodgegaan dan wat ik ben doodgegaan. Dus hé, hey, dat is wel mooi, hè? We hebben de grond nog niet eens geraakt. Ik ben nog niet eens op de grond geweest. Ah, dit is wel jammer. We moeten hier zo meteen uit. Oh, ik vind het best wel geniaal om het gewoon zo te proberen. Gewoon alleen maar in de lucht blijven hangen. Maar we blijven gewoon nog eventjes zo'n tijdje hangen totdat we echt weg moeten. Maar ja, dat duurt nog even 2-3 minuten. Ik zou dit trouwens jullie niet aanraden. Dit is echt helemaal niks aan om zo te spelen. Ik hang er gewoon een beetje. En ik zit ondertussen te kijken of er nog mensen ergens lopen. Maar ik zie helemaal niemand. Dit is echt bizar. Waar is iedereen, joh? Ik heb geen idee, maar we zitten al bijna in de top 50. Oh, daar rijdt iemand. Oké, ik blijf dus hangen en ik ben benieuwd of hij mij gaat vinden. Ik ben benieuwd of hij mij gaat zien. Hieronder is dus iemand in een truck aan het rijden. Maar ik denk dat je niet zo snel zo hoog gaat kijken. Maar dat weten we niet, hè, dat weten we niet. Hij rijdt trouwens niet heel erg lekker, om eerlijk te zijn. Hij is eruit, hij is eruit. Gaat hij daar omhoog? Gaat hij daar omhoog? Ik denk het wel. Of nee, hij maakt dat ding kapot. Of ligt daar een kist? Ik denk dat daar een kist lag. Wat is dat ultra klein? Oh, hij heeft het hele gebouw gesloopt daar zo. Maar hij is zo'n klein stipje daar zo. Dat is echt niet normaal. Oké, we moeten zo meteen. Ja, over 3 minuten is de storm hier pas. Dan moeten we weer verder. Maar hij heeft me gewoon niet door. Hij heeft geen idee. Hij rijdt ook gewoon weer verder in de truck. Hij gaat trouwens een beetje om mij heen hier zo. Gaat hij nog hier naar het midden? Hij rijdt niet echt lekker. Of gaat hij nu in die andere truck? Dat zou kunnen. Nee, hij gaat te voet verder. Yay, Survivor 1. Hoppatee, we zitten in de top 50. Hij zit trouwens nog steeds in dat huisje, die ene speler die net was. Die is niet verder gegaan, dus ja. Maar ja, hij gaat me toch niet doorhebben. Hij heeft toch geen idee dat ik hier zit, dus dat is wel mooi. Maar ik weet wel waar hij zit. Maar ja, ik mag toch niks doen. Ik mag toch alleen maar verstoppen. Oh, daar is een helikopter. Oh, oh, dat wordt wel wat spannender. Als die hierheen vliegt, dan kan die mij natuurlijk zien hangen. Dan kan die mij zien. Een helikopter is natuurlijk wat gevaarlijker. Maar hij is daar een beetje bezig. Die guy hier zo,
Die is er volgens mij nog steeds niet uit. Die zit daar volgens mij nog steeds in. Maar ja, ik kijk natuurlijk ook een beetje de andere kant op. Waar is die helikopter ondertussen heen gevlogen? Ik ben hem helemaal kwijt nu. Nou, in ieder geval, het gaat nog steeds prima. En de storm is er nog steeds niet. Het is echt niet normaal. We zitten gewoon alweer in de top 40 bijna. Hier ergens wordt geschoten. Waar is dat dan? Echt, er wordt van alle kanten nu geschoten. Ik heb alleen geen idee waar dat precies is. Ergens kreeg ik schoten op mij. Waar is het? Ik heb geen idee. Van boven? Oh, nee. Dan moet het natuurlijk hier van onder zijn. Hier ergens werd ik beschoten. Oh, daar is iemand. Of is dat een wachter? Ja, volgens mij is dat gewoon een wachter en is dat niet eens een echte speler. Dat heeft gewoon een keertje iemand mij gevonden en dan is het niet eens een echte speler. En hij heeft me ook nog in één keer geraakt. Dat is ook wel bizar. Maar ja, de cirkel komt eraan, dus we moeten hier eigenlijk toch weg. Dus we gaan eventjes die kant op en dan moet ik even een nieuwe verstopplek verzoeken. En het was op zich wel een mooie verstopplek, dat sowieso. Maar ja, als we in het gif komen, dan gaan we toch sowieso dood. Maar we zitten al in de top 37 door alleen maar te vliegen. Ik kan nu hier eventjes verstoppen. Misschien is dit wel een leuk plekje. Ja, ik denk dat we hier wel een beetje leuk kunnen verstoppen. Ik wil eigenlijk ergens tussen of zo. Dat we ergens tussen kunnen staan. Waar we bijna niet gezien worden. Kijk, dit is dan een nadeel. En kunnen we hier tussen? We zitten hier trouwens klem. Wat? No, oké, het zoeken naar verstopplekken is niet zo goed. Oké, dit was niet echt lekker. Nou, dit is niet echt een goede plek om te verstoppen. Nee, je bent hier veel te open. Ik ga even richting dat huis en dan gaan we hier even ergens verstoppen. Ik denk dat dat een betere optie is. Trouwens, we moeten veel verder. Oké, weet je wat? Ik ga nu gewoon naar de cirkel en ik zoek meteen daar voor een goede verstopplek. Dus dan gaan we niet hier een verstopplek zoeken, want we moeten toch nog helemaal daar naar onder. Hier, dit dorp ligt precies in de cirkel, helemaal in het midden. Dus we moeten hier eigenlijk ergens een verstopplek zoeken. Dus hier moet het gebeuren. Hier moeten we ergens zien te verstoppen. Onder de brug. Zou hier een goede verstopplek zijn? Als we hier ergens bovenop kunnen staan of zo, zou dat misschien kunnen. Ah, dit is net niet lekker, hè? Nee, je zit hier wel heel erg in het open. Ja, of je moet hier. Op zich is mijn kleur natuurlijk wel een beetje hetzelfde. We kunnen het erop gokken, want... Ah, nou, ik weet niet. Zou hier iemand zo beneden langs lopen? Ik weet niet of het gaat gebeuren. Oké, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon zo kijken. Dan val ik misschien wat minder op, omdat ik zeg maar een beetje de grijze kleur heb van de brug. Ja, ik denk niet dat het gaat werken, maar we gaan het gewoon proberen. We zitten in de top 17. Ja, kijk, we zitten nu ook alweer in een cirkel. Dat is het voordeel dat ik meteen op de goede plek ben gaan staan. We zitten in de top 10. Ik zei toch, dit is de manier voor mij om een win te halen. Gewoon lekker een beetje campen, niks doen. En dat is de manier. Dat is de manier, jongens. En meisjes natuurlijk ook die Fortnite spelen. Nou, blijkbaar is dit toch wel een vrij goede verstopplek. We zitten ondertussen in de top 6. Misschien moet ik eigenlijk gewoon niet gaan kijken wat er gebeurt. Maar ik denk dat de meeste mensen hier ook niet beneden komen. Ik denk dat de meeste gevechten gewoon boven plaatsvinden. En dat ze geen idee hebben wat hier beneden gebeurt. En ik denk dat de kans is om te overleven hier groter is dan in een huis. Want in een huis zullen ze sneller ingaan om te kijken of er nog wat ligt. Maar we zitten in de top 5. Ik weet het goed gemaakt. Als er nog één iemand over is, mag ik die proberen te killen. Gewoon met mijn zwaard. Ja, of in ieder geval met mijn pickaxe die ik heb. En dan gaan we eens kijken of ik dan op die manier weer kan halen. Ja, ik denk het niet. Maar je weet het nooit, hè. Je weet het nooit. 5, 4, 3... 2, 1, hoe gaat de cirkel zich ontwikkelen? En hij ontwikkelt zich niet goed. Oké, we moeten ons zo meteen weer verplaatsen. Maar we zitten in de top 4! Let's go! Nog 2 dood en dan kunnen we tevoorschijn komen. Dan mag ik in actie komen. Maar we gaan hier nu gewoon nog even blijven zitten. Totdat de cirkel... Totdat we echt moeten door het gif, zeg maar. Totdat de cirkel bij ons is. En het voordeel dat het wat donkerder is, dan zie je mij denk ik nog minder goed. Oh! Oh, joh! Oké, we mogen tevoorschijn komen. Hij heeft hem gekild. We zitten in de top 2! Dus we mogen proberen nu een win te halen. Maar weet je wat? Nu mag ik op zoek naar een wapen. Want anders is het totaal niet eerlijk. Oh, daar is die guy trouwens. Is dat hem? Volgens mij is dat hem. Ja, dat is hem. Oké, we gaan even hier naar het tankstation. Of nee, daar komt de storm natuurlijk aan. Oei. Oh nee, dat zijn bewakers. Dat zijn helemaal geen echte. We hebben hier in ieder geval even een wapen. We hebben één wapen. Hiermee mag ik het dan doen. Eén wapen om te winnen. En that's it. Verder mag ik geen wapens gebruiken. Ik kan hier wel even wat ammo pakken en zo. Maar verder mag ik niks doen. Gewoon één wapen. Ik heb nu 2 wapens, maar ik mag alleen maar deze gebruiken. Die shields en zo mag ik ook niet gebruiken. Gewoon alleen één wapen om nu proberen de win te halen. 1 versus 1 door alleen maar een stoppetje te doen. Dit is toch genius? Dit is genius. Oké, let's go. Waar ben je? Misschien moet ik gewoon wachten in een huis.
Ja, ik ben toch de hele tijd een stapje aan het doen. Ik ga gewoon hier ergens stoppen en dan wacht ik hem op met mijn shotgun. Dat gaan we doen. Moeten we dan hierin? Ja, dan gaan we hierin en dan sluit ik die. En dan wacht ik hem op en dan schiet ik hem dan weer. Ja, dat is mijn tactiek. Ja, dat doen we alsnog een soort van verstoppertje. Oh, trouwens, dit is gewoon hetzelfde wapen, of niet? Dit is een drum shotgun. Ja, dit is ook een drum shotgun. Oh, dan mogen we die op zich ook wel gebruiken. In principe gewoon hetzelfde. Oh, er wordt ergens gelopen. Er wordt gelopen. Alleen zit ik nu net... Oh, shit. Zit ik net niet goed in de cirkel. Oké, maar we verplaatsen zo meteen wel. Hij is daar, hij is daar, hij is daar, hij is daar, hij is daar. Oké, hij ziet me niet, hij ziet me niet. Hij rent hier voorbij. Oh, dit is echt spannend. Daar zo is hij in dat hoekje. Let's go, dit moet gebeuren, dit moet gebeuren. Oké, hij loopt hier ergens. Hij loopt nu weer weg. Oké, we moeten nu wel naar buiten. We blijven hier eventjes rustig lopen. Ik ga wel ietsjes meer hierheen. En dan ga ik gewoon hetzelfde doen hier zo. Is hier een trap? Hier is zeker een trap. Dan kunnen we even kijken of we hier hem kunnen opwachten. Hij loopt hier ergens. Ik ga gewoon hier wachten. We zitten namelijk in de cirkel. Dus ik wacht hem gewoon hierop. Ik wacht hem hierop. Als hij hier komt, schiet ik weer één keer. Bam, 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 neer. En hij loopt buitenlangs. Hij loopt buitenlangs. Oh, we moeten ons zo meteen weer verplaatsen. Het wordt weer kleiner, de cirkel. Dit is echt niet normaal. Waar is hij ondertussen? Ja, hij beweegt hier wel ergens. Maar hij heeft geen idee waar ik ben. Ik denk dat dit voor hem zo frustrerend is. 100%, 100% dat dit voor hem frustrerend is. Dat kan niet anders. Oh, hij liep daar, hij liep daar, hij liep daar. Oké, we moeten ons eigenlijk wel verplaatsen naar buiten. Oh, hij loopt daar gewoon, hij loopt daar gewoon. Hij heeft nog steeds geen idee waar ik ben. Dat is toch bizar. Hoe kan hij dat niet door? Hoe kan hij dat niet doorhebben? Waar is hij ondertussen? Hij moet hier ergens achterlopen. Maar we moeten ook zo meteen die kant op. We moeten zo meteen die kant op. Oké, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Als hij hierheen komt, dan kom ik tevoorschijn. Hier, boom! En nee! Oké, nu hebben we nog een oorlog. Nu is het oorlog. Oké, ik heb één shot shit hit gedaan. En nee, nee, nee! Nee! Jongen, jongen, hij had nog 17 HP. Ik had dat bijna. Oké, ik vond het wel heerlijk. Ik vond het heerlijk. Wat een game. We hebben gewoon bijna meegehaald door gewoon alleen maar te verstappen. Ik vond het mooi. Ik vind het mooi. Maar ik laat het erbij. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door, want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het einde van deze video. Maar hé, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor bouwzuimkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!